Ik heb hem wel eens echt geslagen. En het, al het bloed wat je nu ziet is echt. Hey, ik ben Frank Lammers en vandaag gaan we terugblikken op de opnameperiode van Ferry Dans les Packs, heel lang geleden. Top, het was heel warm die dag. Ik denk dat het 35 graden was of zo. Dus het was vooral zaak om het zweet een beetje weg te houden. Fuck you. Er zat nog een loopje in, uiteindelijk door een gangetje daarna. En nou zie ik ook ineens dat die dat er helemaal niet meer in zit. En toen zei ze, ah, kun je nog één keer lopen? Ik dacht, gek werd echt. Alles droop van het zweet. Ik had spierpijn. Omdat die schoenen van Ferry, die gaan inmiddels ook al 3 seizoenen. En dit was wel een van de hele, niet psychisch, maar fysiek zware dagen in ieder geval. De 120 keer echt op volle snelheid. Een sprint trekken was behoorlijk afzien. Ik had ook spierpijn de volgende dag, weet ik nog. Ik kan me ook nog herinneren in undercover dat we achter in een busje zaten met Tom. Toen was het juist min 20. Koudste dag in jaren met handboeien om. En we moesten dan net doen of het Griekenland was. Kregen we ijsblokjes, zodat er geen wasem uit onze mond zou komen. Die moet je dan opeten en dan krijg je geen rook uit je mond. Verschrikkelijk. Ik weet wel nog dat ik toen was eerder klaar dan de rest van de crew. Toen heb ik in de groepsapp van de crew heb ik een foto gestuurd dat ik in bad zat. Toen kreeg ik ook allemaal woedende reacties. Want zij stonden gewoon nog buiten in de vrieskou. Alles wat je hier ziet heb ik zelf gereden. Want er was een stuntman. En die ging dan ook een keer rijden, maar die parkeerde hem tegen een boom aan. Het zijn de voordelen van het vak. Je krijgt een auto onder je kont en zegt hier, geef me gas, alles is afgezet. Er loopt niemand over straat, dus ga je gang. Ja, dat is wel aan mij besteed. Ik vind dat heel leuk om te doen. Dus die stuntman dacht, ik doe er nog een schepje bovenop. Maar die parkeerde meteen die auto tegen die boom daar aan het begin van die speeltuin aan. En dat was einde scène. Want toen hebben we die auto uiteindelijk weer geparkeerd op de plek waar ik stop. En konden we van die kant niet meer filmen, want dat hele wiel stond krom. Kevin is een hele goede acteur. Die is zeer genereus in het spelen, toch? Kevin doet ook altijd zijn eigen stunts. En dit is een van de weinige acteurs die het echt niet erg vindt als hij echt geslagen wordt. Vindt hij lekker. Ik heb hem wel eens echt geslagen. En dan vindt hij dat goed voor het resultaat, denk ik, of zo. Weet ik niet. Dus al het bloed wat je nu ziet is echt. Nee, dat is niet waar. Maar dit was net boven Antwerpen richting Nederland. Bij een varkensboerderij. Er was ook een gang en daar hing zo'n zware ammonialucht. Daar moest je echt tussen takes naar buiten om adem te kunnen halen. En dat zag je dan aan het begin van de take al tegenop. Omdat je dacht, straks ben ik halverwege die gang en dan wordt de adem weer afgesneden. Maar ja, stront. Daar stinkt. Lief Ferry, ik moest even spreken. Wat? Moet dat nou? Ja, dat moet nou, ja. Nou, kom. Dit was de eerste draaidag, denk ik. Dat je zelfs voor Ferry ben je dan toch weer even aan het zoeken van zo praat hij en zo beweegt hij. Nou zit ik hier aan vast. Nee. Ik was benieuwd om het eens te zien. Ferry heeft er veel over verteld. Oh ja? Ja, Koen en ik gaan echt heel lang terug. We hebben samen een voorstelling gemaakt in Antwerpen. En toen heb ik 2 maanden bij Koen in huis gewoond. Toen was hij echt heel dik. Dikker dan ik nu ben. Want Koen kon een biertje op zijn pens zetten. En dan zonder handen. Dus die kon zijn pens gewoon gebruiken als tafel. Ja, dat was het doel. Maar ik ben er nog steeds niet. Jammer. En spelen is net voetbal. Als je iemand goed kent, dan hoef je niet zoveel moeite te doen om elkaar te begrijpen. En dan kun je heel makkelijk links of rechts af. Want ik weet hoe hij loopt. Dus kan ik op tijd de paas geven en andersom. Dus het is heerlijk voetballen met deze man. Ik ben verliefd geworden op een man die niet bestaat.
Ik weet helemaal niet wie je bent. Ik was deze scène een beetje vergeten, maar het is een goede scène. Ferry op zijn ergst. Die schrijvers, die fantastisch zijn, maar die schrijven iets in het Brabants op, maar ze spreken het niet. Dus dat is altijd maar een slachter naar. En dan maak ik daar zelf mijn eigen vertaling van. Waardoor ik mijn eigen taal kan maken. Waardoor het sowieso makkelijk te onthouden is. En waardoor het voor mij klopt. Dan praat ik Chinees opgeflekkerd. Kinderen, dan laat geen mevrouw los. Vlek erop! Ga weg! Wij blijven hier totdat we het hebben uitgepraat. Wij zijn uitgepraat. Volgens mij was dit eind corona ook. Dat we dit draaiden. De laatste dag zat ik in een hotel. Dat was helemaal leeg. Ik was de enige. En toen ging ik 's ochtends naar de ontbijtzaal en er zat helemaal niemand. Maar er was ook niemand. Er was niks. Niemand. Er was geen eten. Er waren geen mensen. Niks. En toen ging ik naar die balie van het hotel. Er was ook niemand. En toen ben ik maar vertrokken. En om 11 uur belden ze op. En toen zeiden ze: ja, sorry, we waren u even vergeten. Dat is zo'n raar apocalyptisch gevoel. Dat was een rare tijd. Allee, wilt het zien? Kijk naar Ferry de Serie op VRT Max.